Onze volgende gast heeft een beetje te maken met het afgelopen nieuws dat onze country en western zangeres Tammy Wynette is afgelopen maandagnacht overleden in haar slaap. Maar echt niet getreurd, het is vervelend. Maar we hebben al een opvolgster gevonden. En ze woont in Almelo. Hier is ze, Ilse de Lange. Zo, Ilse. Ja. Winnie begint. Ja, ik kijk meteen in je schoenen, maar geen cowboylaarzen zie ik. Nee. Hey, Nashville, daar heb je een gigantisch contract gekregen in Amerika meteen, heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Ja. Hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Je begint gewoon met zingen en je weet niet wat er van komt. Dus en op een gegeven moment ben je op de juiste plek met de juiste mensen en dan begint het allemaal te rollen. Kende jij Tammy Wynette eigenlijk? Nee. Oh, helemaal niet. Oh, die is dood? Ja, ik ken haar van tv. Oh, je kende haar wel? Nee, maar goed, kende haar stem. Stand by your man. Maar dat is niet wat ik doe. Nee, maar je bent wel een country en western gespecialiseerd country en western vrouw. Nee, ja, nee, niet echt. Oh? Het is country, maar het is geen western allang niet meer. Het is allerlei invloed door elkaar heen eigenlijk wat we op dit album hebben opgenomen. Maar hoe ben je dan in Nashville terechtgekomen? Via Warner Brothers. Ik heb 4 jaar geleden op het Award Gala gezongen in Nederland. Heb ik dus ook een Dutch Country Music Award Gala. Country Music Award Gala? Ja, ja. Dat trad jij op, maar had je al country in je bloed? Ja, toen ik begon, kreeg ik een bandje van iemand, zo'n karaoke bandje. En het was eigenlijk meteen een beetje country getint, zeg maar. Dus, hoe oud was je toen? Was ik 10 jaar. En wie deed je dan na? Toen deed ik een boeketje rode rozen. Was gewoon Eddie Christiani, was dat gewoon? Een bekende country en western zanger Eddie Christiani. Yes! Een boeketje rode rozen, jippie-jajee. Ja, maar is dat al een stiel gekregen zo? Ach, houd toch op, ja, nee, Ilse. Echt, hoor. Fuck toch niet met mij, meid. Dat doet toch al niet? Nee. Maar een boeketje rode rozen. En ik dacht, oké, ik geloof het, oké. Okay. Ik ken die country en western zanger, ken ik. En toen? Toen zat iemand in de zaal van Warner Brothers Nashville. En die heb ik niet ontmoet toen, maar ik heb toen wel ontmoet Menno Timmerman. Die werkte destijds bij BMG. Menno Timmerman, ja, Nederlands. Van Gerten, heb je. Nee. Die is 2 jaar geleden bij Warner Brothers gaan werken. Ja, die naam moet je nou laten, al die merken, goed. Ja, dat moet dan. Nee, we gaan het ook uiteindelijk. Ja. Dus, en toen hebben ze dus contact gelegd met Nashville en die waren zeer geïnteresseerd. En op een gegeven moment was het zo dat Nederland en Amerika allebei de helft zouden investeren. Maar toen haakte Nederland af om bepaalde redenen. En toen zei Amerika, doen wij het. En toen heb je het contract gekregen en je werkt met een enorm producer. Ik wil eerst dat de mensen een stukje naar je gaan luisteren, want het is echt heel spectaculair. Maar je mag nog niet alles zingen, maar je gaat nu al een klein stukje laten horen van wat je gaat zingen. Ik zal het proberen, ja. Wat ga je ook weer zingen? Het heet Just Like the Moon. Just Like the Moon, en daarna gaan we even doorpraten. Oh, je moet ook echt, ik moet de microfoon. Winston, doe jij eens galant, hou die microfoon onder de schuffert. Goed onder de schuffert houden, ja. Zo? Ja, heel goed. Jongens? Ja. Doet het, jongens, de microfoon? Maar wacht even, de gitaar die moet ook nog werken, geloof ik. Okay. Oh, je moet is die ergens een snoer verbonden? Ja, dit is een snoer. Ah, ja, ja. Oké, waar gaat hij? Ik ga even de Help Mijn Kind kalender kijken, hoe dat dan moet als het misgaat. Ja, dus, als de Help Mijn Kind kalender. Tuurlijk. Geëlektriciteerd met gitaar. Langzaam op temperatuur brengen. Winston, dan moet jij er langzaam op temperatuur brengen. Moet ik beginnen? Ja, heel graag. Dames en heren, hier is de Ilse de Lange met Just Like the Moon. Eerst leuk liggie, eerst leuk liggie. Kan dat, leuk liggie? Oh, leuk liggie. Set outside one afternoon in an old lawn chair. And I watched the sun set off for business west somewhere. While the sky turned water-colored pink and gold and blue. And the stars all showed up one by one, and we waited for the moon. And I thought about you, and I wondered why it took so long to say goodbye. Oh, you shine so bright, you blinded me. You left me so I could see that I was the moon chasing the sun. There was never catching up, no matter how fast I run. Like the moon chasing the sun. Just like the moon chasing the sun.
Goedemiddag. Dan heb jij niet nog... Ik zie het helemaal goed. Ik zie het helemaal voor me. Ja, ik ook. Ik zie het helemaal voor me. Maar dit ook vooral. Ik ga mee ook, zie ik. Ja. Oh, wat moet je doen als twee mensen verliefd op elkaar worden? Wat? Zo snel mogelijk van de bank af. Ilse, hè? Hey, Ilse de Lange. Wat moet jij je naam ook Amerikaans? Dat je de D-Lang heet? Of D-Lang. Like K-D-Lang. Zoiets. Oh, wat goed. Wat doe je op dit moment? Nou, ik werk nog een beetje bij, maar de hoofdzaak is zingen, dus... En wat doe je voor werk dan? Ik verkoop schoenen. Je verkoopt schoenen. En zingend? Of hoe doe je dat dan? Schoenen! En bij welke schoenenfabrikant werk je dan? Ik werk bij Schoenreus. Oh, daar heb ik ze vandaan. Hey, hoe zie je nou je... Winst, dat is wel geweldig, hè? Dat je talent is. Hey, hoe oud ben jij? 20. En jij bent Winst? 21. Bijna 21. Wat zijn jouw hobby's? Nee. Aanmaak het uit, dan gaat het ervoor. Ik ben verlegen ervan. Nee, je wordt verlegen van geil. Kom op. Nee, onzin, maar die stem, dat zou ook denken. Ja, s'morgens wakker worden met zo'n stem. En die ook schoenen kan verkopen. Nou. Hey, wat zijn nou je plannen? Wat gaat er nou specifiek gebeuren? Want in augustus komt de cd uit. Ja. Wat ga je verder nog doen? Dat gaat dus eerst in Europa uit. Dus ik, als het aanslaat, veel spelen en veel promoten natuurlijk. En volgend jaar komt het waarschijnlijk in Amerika komt het dus uit. En dan hoop ik dus daar te gaan toeren. En in Nederland? Wanneer komt hij precies in Nederland uit? Nou, de eerste single komt uit in juni. En het album komt uit eind augustus. En ga je dan ook promoten? En, ja, dat hoop ik wel, ja. Goed hoor. Je hebt al een vriend, hè? Ja. Ja. Goed. Goed. Ga je even daar zitten, Wim. Ik kan wel. Hey, als jij, ik weet niet hoe ik dan moet staan. Ik ben erg onder de indruk. Doe nog één klein liedje. Ja, nog één klein liedje. Jij de microfoon dan vast? Ja, de microfoon vast. Jij kan gewoon lekker afstomen nu. Oei, even kijken hoor. Mooi, jeetje. Oh, wat kan ze... Mag het ook a cappella, of niet? Ik ben niet zo'n gitaarvirtuoos, dus... Oh, dan mag ook a cappella. Als we een beetje galm overheen. Ja. Ja. The silence that's fallen between us, the loneliest sound that I've heard. How can we find forgiveness if we can't find the words? And we don't talk, and we don't speak, when we don't share all the feelings that are buried so deep. How can we know what's hidden behind these walls when the door's locked? When we lose touch, when you and I lose sight of us, the honesty's lost, and the tears say it all when we don't talk. Ik heb niks meer te zeggen. Nou, ik ben helemaal, ik ben heel erg succes met de komende maanden. Dankjewel. En ik hoop je snel weer in een programma te hebben. Ja, als het je eruit komt, kom graag langs. Nou, gaaf. We zenden niet uit, maar we komen in oktober pas met het programma. Maar je mag altijd komen. Heel erg bedankt. Winston zoent jou heel erg. Ik ga volgende gast doen. Dames en heren, Ilse de Lange. Zoenen.